Bijna iedereen wil graag oud worden in zijn eigen huis. Het is dus verstandig om daar op tijd over na te denken. Dat vraagt ook de overheid meer van haar burgers, want mensen dragen meer verantwoordelijkheid voor een oude dag. Lang zult u wonen vertelt hoe men zich het beste kan voorbereiden op een woning in de toekomst. Het is belangrijk dat mensen nadenken over lange thuis blijven wonen, omdat mensen dat heel graag willen. Mensen willen graag langer thuis wonen en ja, daarom is het verstandig om ook na te denken hoe. En ja, of je daarin in je huis wat moet aanpassen om dat ook mogelijk te maken. Belangrijk als je vroegtijdig begint na te denken van hoe en waar wil ik wonen. Wil ik veilig wonen? Wil ik comfortabel zitten? Moet ik aanpassingen doen? Wanneer kan ik dat dan doen? Als je zegt van er zijn financiële middelen voor nodig, hoe kom ik daaraan? Moet ik van tevoren sparen of kan ik dat bij iemand anders krijgen of opvragen? Maar altijd goed nadenken en op tijd. Bij gemeenten wordt er een bewustwordingscampagne aangeboden waarbij mensen een informatievoorziening krijgen over wonen in de toekomst. Dan kan het gaan om informatie over het verwijderen van drempels, grepen in de badkamer of innovaties op het gebied van brandveiligheid. Grote en kleine dingen, tips en adviezen. Deze informatiemarkt biedt de gelegenheid om producten te zien en uit te proberen. En mensen kunnen zich zo oriënteren op wat mogelijk is en wat bij hen past. Er zijn hier verschillende producten. Als je het hebt bijvoorbeeld over de badkamer, dan zou je kunnen denken aan een stevige doucheglijstang die tevens een wandbeugel is. Of gewoon een losse wandbeugel monteren. Als we het hebben over veiligheid bijvoorbeeld om het huis, dan is het heel fijn om bijvoorbeeld een digitaal spiekoog te hebben. Dat je als er aangebeld wordt bij het spiekoog kunt zien, digitaal, dus goed beeld, wie er voor de deur staat. Je kunt ook nog denken op het toilet. Ja, als je moeite hebt van een toilet op te staan, om daar een toiletbeugelset te monteren. Die kan los op het toilet geïnstalleerd worden. Voor de keuken is er een mooie oplossing. Die voorkomt dat bij onvoorzichtigheid tijdens het koken de vlam in de pan slaat. En zorgt ervoor dat op tijd het gas afslaat of op tijd het elektrisch van de kookplaat afgaat. Dus het is belangrijk dat mensen zich heel bewust worden wat ze zelf allemaal kunnen doen om comfortabel en vooral veilig thuis te kunnen blijven wonen. Mensen worden ouder. De overheid stimuleert dat zij langer thuis blijven wonen. Wij doen daar als provincie samen met de gemeente aan mee. Ook instellingen sluiten zich daarbij aan. Deze informatiemarkt, maar ook scholing aan vrijwilligers helpen erbij om mensen handvatten te geven. Wat kunnen ze alvast aanpassen aan hun woning? Wat zorgt ervoor dat zij comfortabel in hun eigen huis en vooral veilig daar kunnen blijven wonen tot op hoge leeftijd?